Hetzelfde meer. Gastrie. Op hier. Op. Ah, ah jongen, zit er hier al lang? Hoor je zelf? Ik ben eerst geweest met was de steen in de Niepzo op de asfalt. In de Niepzo? Ja. Doe jij was er nooit door? Ook. Ja, dat kost toch wel veel geld? Oh, wat pier. Daar. Ik kan mij toch wel, hè? Paul de macho. Ja. Zo, ik heb mijn auto wassen tongs. Aan die wijfjes die er voor mij zijn, hè? Ja, en die doen dat dan eerst? Ah, bij ons, Pieren. Kijk, hier is die. Kijk, ik heb er nog over. Ja. Maar, waar ga jij mee wassen tongs? Ja, dat is moeilijk, hè? En het was hier weer. Hé? Het was hier weer? Ja. En die daar ook nog wassen, mat? Dat weet ik niet, zeg. Maar het is morgen, hè? Ik ga ja. Nog heel direct zeggen. Hij is hier. Van de avond kom ik wel achter. Wat wil je? Ja, Pieren. Volgens mij was ze door een kleer met toebak. En hij riep zich nog groene misijks. Toebak? Maar wat niet, jongen, kan je dat niet eerst. Tabak, kijk, hier. Hier wrijf ik me iedere dag mee in. Doe mij dan een keer. Ja, maar ja. Tabak? Ja. Dat kan ik niet, jullie. Ja. Dat is me dan gekant, jongen. Wat doe je, hè? Ja, Pieren. Dat zoek ik niet moet naaien, jongen. Hé, hey, geef mij maar liever met een dagelijkse fijnkost. En een fijnkost? Wat is dat, een fijnkost? Ja, Pieren. Parapies. Ah. Parapies, je moet zien. Hé, maar. Kijk. Je nou hier niet meer bij mij, hè? Tjuto! Hoe lekker? Ah, Hassen. Hoe is het vandaag? Ah, niet goed, Suzanne. Ik heb hier een fijnkost niet meer. Pierre, fijnkost. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Po! Ja? Wat is fijnkost? Ah, wou wel, of dat Pierre doet, hè? Ja, wacht, ik ga hier iets mee. Oh. Isidem, is dat wat bedoeld? Dat is gezond. Ja, Suzanne, dat weet ik het wel. Maar als ik kijk dat drink, hè, ik dat veel liever aan een andere verpaaiing. Wat kunnen paaien, nee? Ho, die vindt nee, dat paaist op die anders. Hé, hey, wat bedoelt dat toch, Suzanne? Dan moet je niet onderdoen, zeg manneke. Ga je wel een keer gemoed en een keer zien hoppen. Als Sofie van Sandwiesbarken hier achter de groeisjes komt. Kijk, ik wel ogen zien. Nou, ik heb toch wel mijn uur gekleed. Voor nu de vraag te krijgen eerst. Miljarden, is dat ook zo lukte? Moest dat weer eens even met wassen. Ga er eerst om, hè. Hallo, Eko. Ja, Suzanneke. Ja, Pieren. Hallo, hè. Dus, tja, kom maar nog een keer weer eens, jullie. Dat is top. Anders gaat het toneel niet duren. Zeg, Pierre. Wat gaan wij van de winter doen als dat hier zo koud is? We gaan ons hier toch niet komen zetten, nee. Ben je hem? Ik kan ook een keer in die club eerst rondkijken, hè. Waar gaan wij ons zo kunnen placeren? Ja, en waar zullen wij terecht kunnen? Ah, hier in die club, hè, staan er enorm veel buskootjes.
Ze hebt er nooit gevoeken en dat is overdekt. Waar zeg je dat? Ja. Ah, hij is een keer op de markt geweest. Als school gedaan is. Oei, ja, wat dan? Aha, en weet je wat dan ze daar ook doen? Ze doen daar ook al kuif weg, niet manneke? Hé, hier, hij zult wijf. De politie is door die weg. Ja, dat is aan ze. Hela manneke! Ja. Wat doe je, hè? En ik heb daar hier allemaal mee uit. Ah, niets dat hij zou kunnen gebruiken. Ha, nee? Hela. Ja. En wat is dat hier? Dat is bloemen. Bloemen? Dat is bloemen voor pannenkoeken te bouwen. Ah, pannenkoeken. En heb je er wel een vier voor pannenkoeken te bouwen? Wat is ik heb al. Dat kijk niets niet aan, hè. Ja. Ja, dit aan. Heb je dat u al gelezen? Wat? Van nou die weer te poeren dan zijn Antwerpen aangesleden aan. Och, ben je jong. Draag ze. Ik zou ze niet weer onthouden, want dat er een lammer dus een mooie wat laat geglipt is. Die. Ja, maar ja. Want dat is vreugd, ja. In feite moet men niet meer net van zijn, ja. Nee? Onze vurige burgemeester heeft gezegd dat er en ik nog geen last van hebben. Allee, het is top, hè. Allee, we gaan me nog een keer een beetje controle doen, hè. Kijk, zie je? De skapeerder zit niet ruk. Oeh, meen me niet toch? Ja, ja. De bankjes zijn voor iedereen. Ah ja. Oh, maar het is spijtig dat het altijd dezelfde zijn dan erop zitten. Ah, waar moeten wij gaan zitten, toch? Ah, ja, maar ja. Dat is toch plooitje genoeg, hè? Ja. Zeg, gast. Zeg. Ah, houden er nog geen gat van Antwerpen die mee weer te poer komt? Ja. Die bij mij, bij Suzanne? Ja, niet? Moet je dit doen maar ordelijk zijn. Ja, madame Keun. Madame Keun. Wat doe jij? Wat giet jij daar in haar broek? Niets, niets. Niets? Kom lekker hier. Laat mij dan een keer respecteren. Kom lekker hier. Kom lekker hier. Ik moet al iedere keer weten wat dat is. Proef het eens, hè. Moet hier kijken. En maar jongens toch. En dat is niet. Jammer. Nee. Ze hebben mij gezegd dat dat bloem is. Voor pannenkoekenbaan. Bloem voor pannenkoekenbaan. Echt hoor. Ja? Wacht, gaan we dan een keer controleren en een keer proeven. Proef maar een keer, hè. Allee, laat mij hier een keer proeven. Miljard. Wat dat bloem is, dat is wel straven, zeg. Ik kan jullie proeven, hè. Proef die ook een keer. Ah, nee, manneken. Mij niet proeven, hè. Of balken de MeToo-bewegingen voor aanrandingen van mijn privacy. Ja, maar, madameken, ook dat niet meer proeven. Dus hebben wij verplicht van haar meetpaard met de politie. Oké, zal ik ook meegaan? Als je maar uit mijn broek blijft. Ik moet wel met een post mee aan, hè? Ja. Allee, kom. Zeg, ja, op politiebril, hè, zouden ze wel zien wat dat er in een stoelgang zit, hè? Ja, maar. Wanneer kijk je in een stoel in mijn hang? Het gaat niet eruit de tent zijn, we zullen het dan rap ondervinden wat dat er doorgooien is. Woutre! Jege! Ja, hé! Kom een keer hier! Kom een keer hier, hé! Hé, jongens, hé! En jacht nou, hé! Wat gisteren rapper is, hè? Ja! Dat is gewoon mooi. Ah! Doe niet veel, hé! En waarom ook gewoon? Ja, Woutre! Woutre? Ja? En heb je die niet in een parkeerwacht gezien?
Ja, wil je een verkrachting? Ik ben hier een parkeerwachter. Oh, een parkeerwachter. Waar is dat toch? Wat kan er niet gestoken? Niet Frans, maar is dat al opgevallen? Niet mijn geval? Ben nee, is dat al opgevallen? Oh, opgevallen. Wat opgevallen? Ah, wel. Als hij een boete schrijft, hè? Als hij een auto opschrijft, hè? Ja. Dan sparen ze er altijd een foto van. De auto opschrijven? Kan hij die nummers opschrijven? De foto. Oh. Ah, wel, een foto. Oh. Voor een auto. Oh, een auto. En opschrijven. Ja. Voor de boete. Ja. Ah, wel, dan sparen ze er altijd een foto van, hè? Ja. Voor de boete. Ja. Het was mocht hij dat hij er altijd zelf op stoot. Ja. Een koffie? Ja, niet hier, gelijk bij een selfie, hè. Een selfie? Ah ja, dat is. Ja. Een selfie, hè. Ja. Dat kan ook zien, hè. Hoe ga je dat ook gezien? Dat is niet moeilijk, hè. Hoe, dat is niet moeilijk? En niet een parkeerwachter, hè. Ja. Ja, die was nog burgemeester geweest van ik. Ah. Maar weet je, en dan niet, en dan stond hij alle dames en toetsen. En dan gaat zaten over in de boekjes, allez joh. En dan stond hij vliegen. Maar nee. Ja, zijn er niet gekozen. Ja. De Luc. Ah. Luc. Ja, maar niet dan niet hier, die anderen. Nee. Die burger? Ja. Ja. En dan zaten er zijn we met mijn kindje afgepakt. Ja, je blijft melken, nee joh. En zijn kindje, dat is niet raak om, dat kun je niet doen. Je wil lang, hè? Je een doek op een neus heen, hè? Ja, maar, als je wil, weet je. Dan moet je uitkunnen, hè? Ja, die duur, bang dan bras, hoor. Marietje, wat er niet zo aan op, maar hé, godverdomme, het is altijd hetzelfde mee, hè? Ja, maar Poel, wat is dat mee, hè? Wat? Wat is dat, hè? Dat die reepieren, dat is Karintje. Met die vriendinnen. Ah ja, alle keer dat ik verhuizen, pak ik mij nog die vriendinnen, hè? Wat bedoel ik dan niet? Wat is er met je kleren gebeurd? Ah. Maar dat is typische Pol, hè? Ik had hem nog eens gezegd, hè? 90 op 2 verbrunnen en hele strip, zwart op 30. Maar meneer weer, hè? Papieren? Ja. En dat die toch ook geen inbruine strip op, hè? Pol, ik pijs dat hij vriendinnen bedoelt. Geel, bruin. Oh ja, Pierre. Ga men blijven uit land hier, toch? Ja, Pierre. Ja. Hoe heb ik al wat aan, hè? Wat blijft onder ons, hè? Ja. Onder ons? Nee, Karintje. Onder ons. Ja, wat blijft er onder ons? Ja, wat blijft er onder ons? Karintje, onder ons. Ja, Pierre. Ja. Zij hier, hè? Ja. Mijn nieuwe vriendinnen. Weet jij zeker niet wie kindje dat is? Hoe zoek ik dan hem moeten weten? Allee, dat mag dat maar niet kent. Maar wat zoek ik hem moeten kennen? En van televisie? Van televisie? Hij had niet verhuurd van dat verhooi van mijn vader. Die verder mijn vader niet is. En die dat mijn vader is, die zegt dat hij mijn vader niet is. Ik weet ook zijn DNA niet afstaan. Als zo kun ik niet aantonen dat hij mijn vader is. Maar nou, moet hij van de zus zijn DNA wel afstaan. Als je ook kijkt te weten komt dat dat mijn vader is. Van vroeger he, kwam te veel het appartement bij mijn ma. Anders zie je. Hier, verdomme. Die hoog, verdomme. Ja, hier. Ja. We zitten binnen Jan Brazen. Ja, ja, is kleur terug. Maar ze zou beter een beetje aan haar kleren braan, hè? Oh ja, hier. Dat het uitziet. Pierken, het is de mode van kort. En ik heb geen op de moord. Al die snottekeers lukt mij zo klaar niks genomen. Ja. Ja, Pierre. Zij hier, hè? Ja. Verschiet niet, hè? Maar zij is de dochter van Albert. Ja, maar ja, dat is nog niet zeker, hè? Maar ik paas was van wel. Ja. Nou, dat het zegt, hè? Stel dat eens een keer. Ga jij een beetje de neus van haar vorderen? Hé, hey, manneke, wat is er mis met mijn neus? Ah, niet zo, maar ik paas, hè? Als de frituur in de Mullenstruit opneest, dan heeft dat ook gerie van op de kruunen aan de ganse steelwagen.
Dag, Paula, dat moet. Wat? Amen. Salut. Hoi. Hey, Karintje. Nee, je moet meer weten. Kunnen kerk dat toch niet aan doen? Nee. Nee. Die is ook rap op je tien getornd, hè? Ja. Niet alleen op je tien, maar ook op je lippen. En hij had op je neus gestakt. Oh. Zal van de wee. Veel beeld dan, maar wanneer klank. Want deze vieze premies, hè? Oh, ja. Secretaris. Ja, meneer de kardinaal. Kijk eens hier. Zo, twee flinke zonen van onze lieve Heer. Ja, deze heren zouden zeker in aanmerking kunnen komen, hoor. Ja. Ik denk het ook. Kom, we gaan het gaan eens vragen. Ah. Dag heren, hoe gaat het met jullie? Hoe, meneer? Ja, met mij ook, ja. 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 Meneer de kardinaal. Mij, ik weet niet hoe, hè. Maar, ja, ik weet het niet. Wel, we hebben een vraag voor jullie. Een vraagje? We hebben een vraag voor jullie. Weet je, ouderen? Of dan we bij door een gedacht voeren, Junanne? Dat we niet alles onderaan uit de massen moeten. Nee. Jullie moeten niet naar de massen komen. Ah, nee? Zeg, wij hebben hier een gebouw vrijstaan in Eeklo en wij zoeken daar een nieuwe bestemming voor. Ja. Oh, en houden ze jou net dat we dat doen, zeggen? Ja, zeker. Nee, heer. Wat de kardinaal bedoelt is, kijk, wij geven jullie dit gebouw. Ah. Ja, oké. En je vult het zelf in, als je zelf wel wilt. Maar... Ja, maar wat? Jullie moeten het gebouw een nieuwe bestemming zoeken voor Hans de bevolking van Eeklo. Alleen moet je ervoor zorgen dat de drank en het eten goedkoper zijn dan in het Zonneheim. Ja. Ja. Ja, ja. Maar waar ligt dat gebouw? Is dat een groot gebouw? Hoe ik ziet er dat uit? Ik kan mijn moeite nemen. En is er ook stroomend water? Hey, gelijk het lijken ze eerst. Mooi jongetje toch. Ta, en de elektriek, hoe zit dat? Ja. Is dat gekeurd? Want over een paar jaar is er hier ook geen blij aan hangen. Nee? Ha? Ik zit niet verheerd, Jelle. Ja, excuseer heren. Er is wel alles voorzien, hè, meneer kardinaal? Ja. Goed. Ha? En er is dat zelfs een biechtstoel. Een biechtstoel. Een kakstoel bedoelde ze, heren. Nee. Wel degelijk een biechtstoel om al jullie zonden te vergeven. Ja, dat gaan we wel zijn weer, hè, po. Ja. Oh, pure. Klappen toe, hè. Of dat hij nog niets meer speutert had, heren. Kom, secretaris. Ja, meneer kardinaal. Neem eens de papieren. Toon eens de papieren aan die heren dat ze kunnen zien waar het gebouw zich bevindt en als wat ze denken dat ze er eventueel kunnen mee doen. Ja, dat gaat niet simpel zijn. Kijk jongens, hier bevindt zich het gebouw. Ja. Goed? Ja. En dat zijn de mogelijkheden die we kunnen meedoen. Heren, waarom lachen jullie zo? We hebben de oude raad aan, dat we dat doen. Natuurlijk, heren. Jullie zijn nog veel te jong om hier ganse dagen te zitten niksen op die banken. Ja, Tja. Dat is... Ja, godverdomme. Ja, ik weet het niet meer. Ah ja, dat zou voor jullie een kans zijn om... Ja, maar... Om terug te wachten. Ja, ik weet het niet. Maar weet ik niet. Ziet dat van hier? We doen het. Nee. Wat denken jullie van dat gebouw? Wat denken jullie daarvan? Dat gebouw ligt wel midden op de moord, hè? Ja? Midden in de binnen. We gaan de meisjes wel niet pijzen als we de grootste dagen binnen en buiten lopen.
Oh, dat moet niet meer zitten, motje. Als we wij dat doen, hè? En we zijn van de winter in elkaar. Ah, dat is juist, dat is juist. En dan, hè, kun malle dan pijnkost eten. Ja. En heren, wat denken jullie? Zien jullie het zitten? Ziet ja, dat van hier. We doen het. Maar, Pieter. Ja? Van mij wat in. Oh. Maar wel weer aangepaste schoen moet komen, hè? Maar jongen toch. Als we daar willen gewinnen. Maar jongen toch, moeten wij toch geen schoen weer nemen? Sandaan, dat moet we gaan. Sandaan? Ja. We zoeken door kunnen nageroepen. Dat is ook niet moeilijk. Hier aan het tramveer, hè? Ja. Op de Oostveld, hè? Hij schoen dond. Daar gaan ze mooi tennen. Dag, Pieter. Ja. Doe hij niet beter meegewonnen? Dat zijn we assortie. Ja. Kijk hier, we tonen u het plan, hè? Ja. En dan verwachten we jullie morgen. Plan? Dan verwachten we jullie morgen om 9:30. Ja, waar? Goed kijken. Ja, dat is het plan, hè? Dat is het plan. Ja. Om 9:30. Waar, ja. Goed? Ja. Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft, hallo man. Oké, okay, ja. Ah, daar. Secretaris, moesten die mannen hier nog niet zijn? Ja, monseigneur, we hadden toch gezegd om 9:30, hè? Ja, inderdaad. Ah. Maar ze blijven wel lang weg. Ja, hè? Oh. Ah, ja, kijk je daar. Ja. Sorry dat een beetje te luid zei, maar mijn moed rokt er niet goed aan uit. Jongen, dat is niks. Wat is een half uur op een mensenleven? Niet verder. Wel, jongen, ziet een beetje zitten. Maar jong, we zien van haast en ja, was zo pijn. We komen wel wachten tot aan mijn moed hier is, voor alles uit te laten. Hè? Ja, hè. Ah ja, dat is waar. Hoe zei je nog weer? Zei dat er Pol niet uitgeraakte. Ja, maar ja, het is niet dat er niet uitgerokte. De regen. Dat ging niet. Hij grokte er niet goed in. Erin, waar moest hij in? Moet meneer Pol ergens in? Maar nee, hij moest er niet vast niet in, maar hij wilde hem al een beetje neerleven, nee, in zijn rol. Ah. Halleluja! Halleluja! Allo? Papa is er, man? Je hebt er van achteren. Papa is er, houdt ervan. En wel, meneer de kardinaal, wat pijs ervan? Jongen, het is niet omdat je in de paterskerk bent dat je je moet verkleden zoals de bruine paters van vroeger, hè? Oh, nee. Wat heb je dan gepast? Kom mij een beetje alleen voor hem en niet wensten. Maar po toch, we komen wij hier toch niet winnen? Niet waar, meneer de kardinaal? Jullie mogen hier alles doen, als het maar functioneel is. Ha, functioneel? Dat zag je probleem, zeg je. We hebben wel wat in ons gedacht, nee, Pieter? Ja, meneer de kardinaal, meneer de secretair. Waarom bijvoorbeeld gepast voor hier van de Poeterskerken een bowling te maken? Oh, halleluja, meneer de kardinaal. Een bowling. De Bruine Poeters loopt nogal heen de bouw rond, nee, Pieter?
Oh nee, geen bouw laten rond in de paterkerk. Eén met de kardinaal? Nee. Dat is te negatief. Oei, ja. Een kinderkruis, he, Bo? Halleluja, meneer de kardinaal. Een kinderkruis, dat kunnen de kindjes alle door het kruis afkuisen. Oh nee, geen kruis af te kuisen in de paterskerk, he, meneer de kardinaal? Nee. Een cinema? Halleluja, meneer de kardinaal. Een cinema, smiddags voor de kindjes in de Astrid. En Chavez, de cinema voor de grote meisjes in de Luxor, gelijk vroeger. Oh nee, geen cinema in de paterskerk. En waarom niet? Veel te veel bloot, hè? Veel te veel bloot. Adam en Eva liepen ook in hun blootje in het begin. Oh, meneer de kardinaal, dat was misschien omdat klimaat te warm was, hè? Maar jongen, toen was er nog geen sprake van het klimaat. Oh nee? Maar kijk jongens, morgen komen wij terug. En jullie zorgen ervoor dat je iets maakt van dit paterskerk voor gans de bevolking van Eeklo. Meneer de kardinaal? Ja. Hier zit de houderen. Ja. Ik kan toch wel niet schoon gehad zijn bij de politie. Ja. Eerst, maar daar wat moeten doen toch? Ze zijn mij door heel de nacht gaan, hè? Ik heb moeten bewijzen dat dat weer poeren, dat dat blommen was. En Suzanne, heeft het gelukt? Wat hoort je? Weet jij wat ik heb moeten doen? Hè? Ja. Hoe zullen wij dat nou moeten weten? Ah, wel. Ik heb voor heel dat korps pannenkoeken moeten maken. Ja. Waren er dan wel zoveel dan? Ja, een man of 70, maar zeker 45 vragen. Is je willen? En ze zijn dat wel een keuze voor. Ja, bij jongens, zij zijn in de tijd die keuken gekocht van de Groene Boord. Oh. Maar we frituren modern van op de moord, hè. Dan was er geen plotje genoeg op de parking. En Suzanne, heeft dat gesmaakt? Ja, het zelf. Allee, pa is het toch wel. Die met jou zijn naar hier gebracht. Kon eens een keer roepen. Oh, ja. Commissair! Commissair! Ah, het is commissaris van den Bossen. Commissaris van den Bossen. Ah, zeg, zult u zien, aag jij nog een beetje vak? Och, zwijg, mijn jongen. Wat heb ik tegengekomen na vandaag? Easy, met me dan. Ho, 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 ho. Ah, wauw, wordt het wel zo lastig, toch? Ah, wauw. Ze moest bewijzen dat dat witboeren bloemen wordt. Ja. En? Ah, maar ja. Je ziet dat toch wel aan mij dat gele goed bloemen wordt, hè? Ja, tja. Wat heeft mij gesmokt, hè? Was goed bloemen, zelf. Want ho, ho, hield korps slechte slap. Oh, dit is niet dat nooit geniet op straat ziet. Allee, behalve ons als laatst lijkende, hè. Oh, pure. En dan ga je nog lasten aan een ding niet gerezeren, of scholen gedaan is. Je gaat toch weer niet begin van die lange smogen dat er altijd niet zijn enorm stut te zwoeien aan het kooistrootje. Oeh, kan de houder in die nuk? Ja, ja. Dat is een collega van mij. Ja? Oh? Tuurlijk, man. Hij is nogal zot van motos. En van surfen. Ja, op het internet. Maar ben je gekeken op het water? Ja, maar dat raak ik mij niet aan, zeg. Je moet dat maar zelf uitvragen. Ik ga een beetje geslapen. Maar kijk, ik ben toch zo moe. He. En wat dat is, ik weet het dan niet. Dag, commissaris van Bossen. Ja, weet ik. God zegen het. En we worden op sterk wateren. En slaap hou. En een slag op touw van Peter Poe. Dank u, mijn jongen. Ja. Wat is dat hier nou? Wat? Dan in een kuurde. We was zo tassen. Ah,
Het is misschien voor de nannen uit te doen. Of misschien van vroeger, hè? Voor de mes die orkes op te roepen. Ik pijs het niet, jongen. Volgens mij is dat voor de kloon te doen luiden. Tja, moet ik hier aan draaien? Zou dat niet doen, zei manneke. Weet hem wat? Volgens mij zijn die balken, ze voort of stront, waar dan die kloon aan hangt. Dat moet ik niet aan draaien. We gaan het toch een keer proberen. En wat is dat? Dat zijn toch geen kloon al, hè? Volgens mij ook niet, Jelle. Dat is een honk, gelijk in Azië. In Azië? In Azië? Ja, wil ik er nog een keer aan draaien? Wat een volk. U heeft mij geroepen. Mijn naam is Monique Miel en ik bouw u een tempel alsof het voor mezelf zou zijn. Domme, ik hoor er niets, hè? Hier, meneer weer. Wat wilt u van mij, meneer de bruine pater? Ja, Monique Miel, zeg je wou geen bruine pater zelf? Wat dan maar bij wie, oh, we willen bij wij zoveel, jongen. Monique Miel. Wij moeten van die kerk, hè, een schone etablissement maken voor oude Eklunoors. Boeddha, boeddha, doa, doa. Wat zegt die, hè? Weet het niet, Jelle. Boeddha, boeddha, doa, doa, kaka. Meneer de bruine pater, ja? Als u wilt dat wij jullie helpen, dan mag u ons niet storen. Kijk, kan ik je wat vragen? Vraagt u maar, mevrouw. Wat wil zij feitelijk? Wij trekken hier al een kuurde en hij komt hier al zomaar te vuurschijn. Aha, ben ik van Tien-Chan. Oh, van Dora als Sancte. Ah, oh, ja. Nou, van mijn vrouw, ze vroeger, hè, door u eindelijk naar het klooster gestuurd. Hij heeft dat nog niet gezien, hè? Boeddha, doa, doa, doa. Boeddha, ziet er in de toekomst een mooi project ontstaan. Hij zegt dat jullie creatief genoeg zijn om dit tot een goed einde te brengen. Oh, creatief? Maar dat zou wel niet zijn, hè? Ah, maar... Dat is het. We gaan hier kunstenaars laten tentoonstellen. Maar Suzanne toch, kunstenaars, wie ben je gewoon daar voor een vent en ik? Oh, ja, wacht, ik zou kunnen gebouwen naar Tondat van de mozaïekjes. Dat wie nu? Tondat. Oh, Tondat. De ding die al die kleine stukjes die allemaal elkaar weer plakt. Ja, en ook, Elie brengt ze, de ding dat door titellessen geeft in het zonne heeft. Maar... Als het in de micro is en hangt niet, dan moet je wel afpassen. Of het is tumor nacht, denk dat dit zo vertaalt. Dat is waar. Maar nee, dat bedoelt Boeddha niet. Boeddha bedoelt iets waar jullie zelf moeten voor zorgen. Ziet in een Boeddha dat allemaal? Boeddha maakt alles waar wat je maar wilt. Dat wil dat zijn, Monique Miel. Alles wat we bij vrouwen aan die Boeddha, kunt hij worden maken. Ja, dat is zo. Dat is als mevrouw Boeddha, we willen rond de kleur naar Rijnk. Kunt hij daar rapperen of Christophe kunt de wallen? Ja, dat zou kunnen. Maar oei, waar is Boeddha nu? Allee, waar is die naartoe? Maar dus u stond hij daar nog, hè? Hij zou misschien een keer wat pissen zijn. Maar nee, dat kan niet. Nu kan ik jullie niet meer dienen. Weet je wat? Zal ik hier recht over bij Frank van der Leffen een keer gaan kijken? Of naar de Ramblas? De Ramblas? In Barcelona? Maar beneden op het strand. Allee, de moord, hè? Ja. Maar nee, dat kan niet. Ik en Boeddha zijn onafscheidelijk van elkaar. Ah. Hij gaat nooit weg zonder mij. Ja, gelijk den en den.
Hij lijkt Tom en Jerry. Hij lijkt Koentje Loeten mee. Ja, dat is ook goed, hè, Paul. Weet je wat, Suzanne? Ik zal je meehelpen zoeken. Ah ja, ja, dat is goed. Ah, Pierre. Huh? Dat is goed wat zijn, hè. De Boeddha die alles kunt warmen. Tja, maar Paul, moest men dan een keer die Boeddha vinden? Vuur dat die een Monica met. Dus kunnen we alles doen, hè? Wacht, vang me maar dem. Kon ik een uur hier naar bouwen? Nou, 397, 95, 17. Hallo, Bea, zet gij? Dit is die Paul. Toen heb ik kunnen naar hier komen. Naar hier, waar ligt dat? Hier op de Martinique, naar de Paterkerk. Ja, voor wat? Ah, wou, Bea. Zo ben ik moet nou mee achter iets te zoeken. Ja, maar achter iets te zoeken, hè, dat gauw werd. Bijs het wel, Bea. Maar weet je wat? Breng voor het eerst een spouw mee. Ik kom zo onopvallend mogelijk naar hier. Ah, ja, ah, wou. Binnen een minuut of 5 door. Dat is goed, Bea. Doei. Salut. Zeg, Paul. Ha? Die beelden hadden naartoe gebouwd. Had. Ha? Zou ze die 18 Boeddha kunnen weervinden? 100% zeren. Want zij is een van de beste speurders uit golden omdraaien. Maar ze moet wel een spouw mee aan, hè? Ja. Wat had je? Wat ga toch weer niet aan die kuur die reëntraan, hè? Op mijn hier, Pierre. Tanne. Ja, ik pas je dat de tran is van een kortje naar Ningen, de dien dat van hem komt. Maar jongen, de dien maakt dat je toch heel uit? Hé, man. Dag, Paul, zei je, hè? Kijk, die schoenen. Ja, die jongen vallen moeilijk, lijkt dat maar gevrocht, hè? Ah, maar Bea toch. Tja, zijn het toch niet gevolgd, hè? Ja. Niet of, dat ik weet, hè? Ja, of we nou niet nog een zogelijkde processen van achternacht gehad. Allee, gast, wat moet ik hier zijn met mijn spel? Schiet maar uit, hè. Ja, kom, hè. Ja, Bea, er is een monnik geweest en hij had een Boeddha mee. En in die, hè, kunt alles warmen wat we hem maar vragen. Ja, het is waar. Als me zo vragen, Boeddha mocht van uur een keer een schoon kindje. Is dat op een web gedaan, hé? Hé, hey, ja. Wat bedoel je daarmee? Hela, hela, tja, wat gewoon, hé. Tja, Bea, die kerel van zijn Boeddha, hé, is zijn Boeddha kwijt. Mochten wij hem hier vinden, eer dat hij hem weer heeft, dan kunnen we bij jou onze wijs laten dat komen. Zie wel, we zullen er allemaal goed mee zijn. Maar ja, hé. Ja. Ja, maar dat is waar. En hier, hé, kun ik alles mee vinden. Ja. Kijk die monniken, hoor. Maar wat is dat? Ik keek niet mee allemaal sleutels aan. Ah ja, ik heb dat hier allemaal in de streken gevonden. Ja, ja. Bea, jij hebt wel zeker dat je die hier allemaal gevonden hebt. Ja, maar bij ook. Wat bedoelde jij toch, Paul? Ah, wou. Het kunnen gebeuren dat ons Bea nog vroeger in de sleutelclub wordt, hè. Maar Bea, maar Paul toch. Dat worden geen sleutels, maar dat worden kleinkes. Dag gasten, wat daar hij er nog over bezig zit, ja. Hier, dat kun je nog van heel belangrijke mensen zijn geweest. Kijk, die een keer naar die sleuteren. Ja, aan de grond, hè. Ja, wel, dat was vroeger de sleuter van het stadhuis. Kijk, het staat erop. En waar had hij de dien gevonden, Bea? Ah, hij ging er aan de melkerij. Aan de melkerij. Dus, als je geen zegt dat dat de sleuter van het stadhuis is, dan moet dat toch de sleuter zijn van onze naam burgemeester? Wie? Van de naam burgemeester? Wat bedoel je daarmee? Ah, wou, de dien ging toch veel naar de maukerij? Wow, 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 Pierre. Al wou dat hij in het begin van de moeder wint, hè? Allee, gast. Wou mij hier nou eerst een keer vertellen wat ik moet achter die Boeddha beheer zoeken? Ah, wou, Bea. Het lustige wordt met die Boeddha gezien, hè? Dat was hier. Ja. En hij hoort op hier beentjes. Oh. En hij was weg. Allee, ja, kijk, ik mijn best te doen, hè, ja.
Zeg. Huh? Zou die Bea die moet dat kunnen vinden? Hij zit wel. Hij zit wel, Pieren. En heren, weten jullie al iets wat je met de kerk gaat doen? Ja, ben je niet meer, meneer de kardinaal. Niets dan we weten. Mooi namen hier wel ook tien en tanden meegemaakt zijn. Ja, en wat allemaal? Ah, wauw. Trok ik hier aan de ziel, hè? En er kwam een monnik tevoorschijn. Ja. Een monnik? Ja, ja. En hij had een boeddha in zijn hand. Dat zou wel zijn, zeker. En dan, heren? Ah, wauw. Als we wij wat vroegen aan die een boeddha, hè? Dan zou hij alles kunnen worden, man. Ja. Vraag het dan aan hen, hè. Maar dat gewoon niet, hè. Allee, ze zijn alle twee u. De ene is hier rechtover op de moord. En die boeddha, ja, waar dat hij naartoe is, dat weet men niet, hoor. Ja. Dan spelen we wat anders, hè. Ja, het is. Ja, ik heb mijn tekst nu al te goed. Super. Ja. Ja. Wat staat er? Ah ja. Meneer de kardinaal, daar zitten we wel mee in problemen. Natuurlijk. Dan gaan we iemand anders moeten zoeken om iets met die paterskerk te doen. En wat dan? Oh. Oh. Oei. Kijk eens, meneer de kardinaal. Dat is hier de monnik. Ah. Ah, dat is monnik niet. Nee, hè? Dat zijn baden. Ik kom dat zijn baden. Ah, ja, ik zie het ook. Meneer de kardinaal. Oh, oh. Als je dat ziet, hè, komt hij maar net het zijn bad, hè. Meneer de secretaris, een beetje respect voor de monnik. Ja, okay. Ja, heren. We namen zijn boeddha niet gevonden. En dat is een ramp. Hoe kan ik nu terug naar Tibet? Ah ja, moet je gewoon, hè. Je moet blijven, hè. Ja, want vliegen is slaaf voor het klimaat, hè. Ja. En met Thomas Cook, wat doet het me gewoon, hè. Ja, en siliconenborsten zijn nu niet goed voor het klimaat, want siliconen breekt niet af. Wat is dat nu weer? Wauw, heren, die madame zoekt meer spout achter die een boeddha. Oh, mevrouw, indien u hem zou kunnen vinden, zou ik u eeuwig dankbaar zijn. Ja, maar daarmee wijken we af van voor wat we hier gekomen zijn, hè. Hadden. Wat gebeurt er nu? Wat is dat nu weer, zo lawaai? Volgens mij het toesbea. Mocht dat waar zijn, hè? Is het echt waar wat ik denk? Godver, ze gaan hem toch niet vinden, hè? Ik heb hem gevonden. Hebt u hem gevonden, mevrouw? Ja, maar is het zover? Ik heb hem gevonden. Oh, meester Boena, waar heb je gezeten? En heb je je niet bezeerd? Hangt alles nog op zijn plaats? Ja. Oh. Wacht. Zeg, heren. Monnik, is dat nu die boeddha die alles laat uitkomen? Ja, kardinaal. Vraagt u hem maar eens wat. Boeddha, heb jij soms een oplossing voor de paterskerk? Ja. Zeg, boeddha, word ik gepast aan een B&B? Ja, bier en borsten. Nee. Nu de naarbakker wordt verbouwd, wordt het nu de naarpater. Ha, de naarpater? Wat moet men daarvoor ja, doen? Ja, toch weer een isang, nee. Nee, dat bedoelt meester Boeddha niet. Meester Boeddha zal jullie één voor één aanwijzen.
Hij zal een spirit over jullie laten neerdalen en dan zien jullie het licht. Meester Boeddha, zegt hij. Meester Boeddha, pas op voor de touw. Meester Boeddha, het is meer een meisje. Wat gaat er nu gebeuren? Heb jij enig idee, secretaris, wat er nu gaat gebeuren? Ik heb geen idee. Hebt jij geen idee? Kijk. Die meneer ziet er niet goed uit, hè? Nee, hij ziet een beetje geel. Oh. Maar hij had een heel zacht dit. Wijzig, hè? Ik denk dat ook. Ik weet het niet zeker, maar hij is geen dokter, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja, hij is zang geweest, maar geen dokter. Dus, oei. Dan gaat ze rust worden. Het is wel een slaap, maar je moet kijken naar zijn benen. Ja. Nu gaat ze rust worden, hoor. Ja, natuurlijk. Zijn we aan het wachten achter de brennen putters? En dat kan wel een tijdje duren. Ja. Ja, geen putters niet meer, lekker vroeger. Voilà, nee, de kardinaal. Tuurlijk. Ja. Oh, die bewegingen. Ik ook. Kom, wacht de voordeur, Mimmy. Juist. Kom, secretaris, ja, we gaan ons hier staan. Ja, nee, de kardinaal. Klokken aan de paters weer aan het werk. Voor het lijmen van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. Ze zitten alle dagen op de bankjes en zitten daar niks te doen. Ze drinken volop hun drankjes. En pissen dan in het groen. Bom, 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 bij het luiden van de klokken gaan de paters weer aan het werk. Voor het lijmen van de brokken, er wordt een Boeddha in de kerk. En toen kwam er een kardinaal, die zei, wat is dat hier? Ik heb voor jullie een zaal, richt het in voor ons plezier. Bam, 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 bij het
luiden van de klokken, gaan de paarden weer aan het werk. Voor het rijden van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. Aangekomen in het oord, is er iemand voor wat dient er? Ze trokken toen aan een koord, en daar was Monique Miel met een Boeddha. Bam, 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 bij het luiden van de klokken, gaan de paarden weer aan het werk. Voor het rijden van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. En plots stond Monique Miel daar heel alleen, en kreeg hij hulp van Pater Tiet. Waar was de Boeddha nu toch heen? Hij bracht Boeddha weer, maar dan in het griet. Bam, 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 bij het huilen van de klokken, gaan de paarders weer aan het werk. Voor het lijmen van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. Onze orgelist gaat de meest in. De Boeddha hielp hier dan de kardinaal en zei vanaf nu nooit meer een kater. Het moraal van het verhaal, Eeklo heeft nu de herpater. Bam, 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 bij het luiden van de klokken, gaan de paarden weer aan het werk. Voor het lijnen van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. Voor het lijnen van de brokken, gaan de paarden weer aan het werk. Voor het lijnen van de brokken, er woont een Boeddha in de kerk. Bom, 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 bom. Au! Meneer de kardinaal, dat kan je toch niet toelaten in de paterskerk, hè? Natuurlijk. Door dit hier moeten wij de klokken niet meer luiden. Ah, ja, 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 ja. Voilà, zet erop. Nou, zet erop. Dames en heren, juffrouwen, dit was kort en goed. Hoor het er juist. Zet erop. Maar dames en heren, juffrouwen, ik zou jullie toch allemaal nog willen voorstellen aan de mensen die fantastisch hebben meegewerkt aan dit schouwspel. Eerst en vooral, vonden jullie het goed? Die gasten van Elie, allemaal de inside jokes begrepen, het verstaan? Ja, zeker, hè? En de mensen die niet van Eeklo waren, worden een beetje mee? Juist, 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 juist. Wacht, kan je nog een spiekbriefje zetten, dames en heren, juffrouwen? Want op mijn een dag, met mijn Alzheimer, kan ik dat allemaal niet omtaan, hè? Dames en heren, juffrouwen, ik zal ze niet voorstellen in alfabetische volgorde, maar ik zal ze voorstellen in orde van lelijkheid. Voilà, laten we dit afspreken. Ja. Gaat gelijk. Dames en heren, juffrouwen, wat Pier en Paul, laat ons beginnen met Pier. Dames en heren, juffrouwen, niet alleen Pier, maar ook de schrijver van dit stuk voor jullie. Omir, de coiffeur. Als je Pier zegt, ja, dan noemde u ook Paul. Maar, dames en heren, juffrouwen, de man heeft een dubbele rol gespeeld vanavond. Geweldig applaus. Waar stoot hij door die een ander lulek wordt?
Jackie. Voilà, de orde der lulijkheid is gepasseerd. Nu gaan we over naar de orde van schoonheid, dames en heren, juffrouwen. En we zullen beginnen met Suzanneke. Herinner je nog Suzanneke uit het stuk? Dames en heren, geweldig applaus voor Christine. Toneel op kijken, dames en heren. Ze gaan altijd mee met elderen tijd. Ze zijn gendergerelateerd, zoals we dat mooi zeggen. Vandaar die dubbelrol. Enerzijds Karintje en anderzijds Poetertuut. En wel, dat werd gespeeld door Elsie. Komen we terug bij de lulleke mensen, nou, dames en heren. We beginnen bij Walter. Maar het was niet voldoende voor Walter. Hij wilde er ook nog een schepje bovenop doen. Monique Mil, staat hier hoor, met zijn polebelen. Geweldig applaus voor Kurt. Wat mij betreft, dames en heren, een van de moeilijkste rollen die vanavond vertolkt zijn. Echt een moeilijke rol. We moeten maar even proberen stellen, zei madame. Moet dat maar even proberen. En wel, we hadden hier de reus Boeddha in ons midden, dames en heren. Ik vond het Fritje fantastisch wat we doen uit Johanen. Zien we graag. En het is niet alleen een geel, blijf last horen. Stinken dat een spel doet, miljarden. Dames en heren, nu komen we bij de hoogwaardigheidsbekleders. De kardinaal, hemzelf, zijn hoogheid, zijn excellentie, dames en heren. De kardinaal werd uiteraard vertolkt door de ouderdomsdeken Roger. Hey, Jeno. Een heel kardinaal zonder een secretaris kan niet, want kardinalen kunnen niet schrijven. Die hebben dus mensen nodig die kunnen lezen en schrijven. Daarvoor is niemand minder ingehuurd dan Erik. En dan hadden we nog een fantastische dubbelrol, dames en heren. Het figuur Eke en commissaris VDB, met een schuwe vuistje aan, een schuwe zelle meisje. Dames en heren, geweldig applaus voor het dezelfde naam als mijn dochter. Hele mooie naam. Ik zei uw naam ook waardig. Lieve. Dit waren de zichtbare mensen op het podium, dames en heren. Maar achter de coulissen gebeurt er ook van alles. Iedereen die dacht dat we er zo kinderen aan onze techniek zomaar een bandje opzetten als er gezongen en gespeeld werd, niets is minder waard. Moet die gordijnen wanneer een klein beetje opschuiven, secretorisch. Daarachter, dames en heren, voilà. Daar zit onze live muzikant. Geweldig applaus voor Willy. Oh, wat ding dong. En wie dat knal van vuur staan, dat was eigenlijk niet nodig. Dat is hier woos. Want ze koos namens je door een goeie andere tekst. Ze was overbodig. Had dat wel gezien, hè? Er is niets misgelopen. Maar voor als er iets misgelopen geweest had, hè, was hier wel ons souffleuse door in die zwarte sarenbak door Nadia. Heb je werk gehad, in meisje? Nee, we hebben het allemaal gezien. Ja. We hebben het wel er weer aan besporen. Geen kleren als optreden in onder een bluten en dan om je volk gehad. Dus je hebt iemand nodig voor de kledij, dames en heren. En iemand die dat fantastisch heeft gedaan en die altijd zo bescheiden achter die coulissen blijft, komt erbij. Martineke, merci. En hij is hier iets op mijn papiertje geschreven dat ik niet uit kan. Ik weet niet wat die mens gedaan heeft, maar pas dat een dienaar die vorig jaar mijn micro afgepakt heeft en die hier nog een half uur stap parlen zat. Nee. Nee. Als het niet. Nee. Ik kan het niet lezen.
karikaturen of wat is hier ook? Ja. 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 Eli Prengs, ja. Ziet dat een die was die mijn microvideo's die afgepakt? Die mens die gezeurd heeft voor al die karikaturen, voor die decors en zo. Ja, zie toch niet, hè? Ja. Maar je mag niet op het podium komen, want anders had dat spalje te vieren morgen had hij nog niet afgelopen. Dames en heren, juffrouwen, respect Eli in het Zonneheim. Geef hem een geweldig applaus. Eli de Prins. Geweldige kunstenaar. Merci, moet. Sorry dat ik dat deur gesleurd heb. Nee, nee, blijf maar jankeren. Nee. Wie komt net klaar? En dan, dames en heren, juffrouwen, mensen die je zeker niet ziet, maar die zo onontbeerlijk zijn. Ze moeten er zijn, want zonder hun loopt alles gewoon in het honderd. Nog meer en tonder als vanavond. We noemen ze gemakshalve materiaalmeesters, maar eigenlijk zijn het de manusjes van alles. Voor jullie, ik zou nou wel als Runeke een keer komen op het podium. Spits en Luc, waar zit het door, jongens? Piet, ja. Dat achter een bar zit. Maar dan. En dan namen we... Ja, het spel moet je behouden. Wouter Pauw, zegend en bewaard oud Ramelen. Op Sterkwateren. En drinkt er nog eentje, of twee, of drie. En we zeggen u geen vaarwel, maar we wachten u volgend jaar, het eerste weekend van oktober, terug hier op de Kooifeesten. En doei! Is dat weer? Hé, hey, Brunne Potteren. Hallo, Brunne Potteren. Dan komt die wel in mijn werkscheid, nee, moet. Ja, goedemorgen. We vergeten nog een paar mensen, dames en heren, juffrouwen. Van dit prachtig stuk, van dit ongelooflijk prachtig stuk, wordt telke jaren een geweldige DVD opgenomen. En dat is dit jaar gebeurd met drie verschillende camera's. Ja, je stuit erop. Het was geen verborgen camera. Door niet, maar door hing er nog een verborgen camera. Dus je stuit er allemaal op. Onder de kundige leiding van Mark. Mark, bedankt, vriend. En last but not least, dames en heren, juffrouwen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar het is allemaal in de plooi gevallen. Technisch is alles perfect gelopen. Dankzij mijn twee kameraden, Ginter, de Tim en Bartje. Techniek en belichting. Merci, mannen, bedankt. En nu moest de haak op. Dames en heren, juffrouwen, we zeggen jullie geen vaarwel, maar met een dikke traan in de ogen voor de volgende eindejaarsconferentie, begin oktober uiteraard, volgend jaar op de 93ste Karefeesten. Tot de volgende keer. A la prossima volta! Het luiden van de klokken gaan de waters weer aan het waar. Voor het lijden van de brokken verwolkt de moeda in de kaar. Bij het luiden van de klokken gaan de waters weer aan het waar. Voor het lijden van de brokken.